Bloedcellen hebben een beperkte levensduur. Rode bloedcellen leven het langst, ongeveer 4 maanden. Witte bloedcellen leven gemiddeld enkele dagen en bloedplaatjes zo'n 8 tot 10 dagen. Er moeten dus voortdurend nieuwe cellen aangemaakt worden en ook nog eens heel veel. In totaal worden er per minuut 350 miljoen bloedcellen in je lichaam aangemaakt. Nieuwe bloedcellen worden aangemaakt in je beenmerg. Het beenmerg, een verzameling onrijpe en rijpende cellen, en de bloedcellen worden gevormd in de mergholten van je botten. Bij volwassenen vooral in de borstkas, de ribben, het bekken, de wervels, de bovenarmen en de schedel. Bij kinderen gebeurt dat nog in alle botten. Alle soorten bloedcellen ontstaan vanuit dezelfde stamcellen in het rode beenmerg. Onder invloed van diverse stoffen ontwikkelen ze zich tot de verschillende rijpe bloedcellen. We noemen dit proces hematopoëse. Wanneer de bloedcellen rijp zijn, worden ze uitgestoten en worden ze opgenomen in je bloedbaan. De ontwikkeling van de rode bloedcel in het rode beenmerg heet erytropoëse. Tijdens dit proces vormt een pro-eritoblast zich tot een normoblast, een voorloper van de rode bloedcel. Nadat de normoblast zijn kern heeft afgestoten, komt de cel als reticulocyte in de bloedbaan. In de bloedbaan ontwikkelt de reticulocyte, een onvolgroeide rode bloedcel, zich tot eritocyte, een rijpe rode bloedcel. De ontwikkeling van de witte bloedcel heet leukopoëse. Vanuit de myeloblast, dat is een voorloper van de witte bloedcel, kunnen zich neutrofielen eosinofielen en basofile granulocyten vormen. Deze witte bloedcellen komen in de bloedbaan terecht. Hier blijven ze, maar ze kunnen zich ook aan de wand van een bloedvat hechten of doordringen in de verschillende weefsels van je lichaam. De monoblast vormt monocyten die in de bloedbaan terechtkomen. Een deel hiervan verhuist naar de mild en wordt daar opgeslagen. Een ander deel blijft in de bloedbaan en dringt enkele dagen later door in je lichaamsweefsels waarna de monocyt zich verder ontwikkelt tot macrofaag. De ontwikkeling van de bloedplaatjes heet trombopoëse. Een megakaryoblast, een voorloper van bloedplaatjes, kan zich uiteindelijk ontwikkelen tot een megakaryocyt. Deze kan zich verdelen in heel veel kleine deeltjes, de bloedplaatjes die in je bloedbaan terechtkomen. De ontwikkeling van de lymfocyten heet lymfopoëse. De lymfoïde cellen ontwikkelen zich niet vanuit de myeloïde stamcel, maar vanuit de lymfoïde stamcel. Deze kan zich ontwikkelen tot lymfoblast en uiteindelijk tot B-lymfocyte, T-lymfocyte en of natural killer cell. De B-lymfocyte komt in de bloedbaan terecht en in het lymfestelsel. De T-lymfocyte verhuist al vroeg vanuit het beenmerg naar de zwezerik, ofwel thymus, om daar verder uit te rijpen. Uiteindelijk zijn er dus heel wat stappen nodig om al die soorten cellen te vormen. Als al deze stappen goed verlopen, ontwikkel je een normaal bloedbeeld. Als één van deze stappen anders verloopt, kun je een afwijkend bloedbeeld ontwikkelen en eventueel ziek worden.